Goedemorgen allemaal. We gaan nu naar Universal Studios toe. We hebben er echt heel erg veel zin in. We zitten nu in de auto. En het is ongeveer, hoe lang rij je? Half uurtje. En dan zijn we er. Dus we gaan een hele dag naar Universal Studios. Dat is een mega pretpark hier in Orlando. En ze hebben daar hele leuke dingen zoals de Simpsons Ride. Wat heb je nog meer? Jimmy Fallon Ride. Nu vind ik het moeilijk. Harry Potter heb je daar. Het is echt heel erg gaaf. En vandaag nemen we jullie mee. Dus we gaan er nu naartoe. En ik heb er zin in. Ja, superleuk. This was a high-speed internet connection. Use a select new virtual wallet product. Simply establish a qualifying direct deposit and make 10 purchases. Thought I'd take you out for a drink or two, or maybe how about? Find a place to dance, the one of a kind romance, but the light just the one I stand. Look deep into my eyes, you'll never make them cry, 'cause we'll be side by side the rest of our lives. We staan nu in de rij voor onze tickets. We staan in de rij voor onze eerste attractie. Ja, we zijn eindelijk binnen en we gaan nu naar Shrek. We gaan het zien. Ik heb er zin in. Ik weet al hoe dit gaat. Ik ben hier een paar keer geweest, maar slechts nog niet. En ik mag het ook nog niet verklappen. Dus, woe, leuk. Oh, dit is echt zo leuk. Ik denk dat het echt leuk gaat vinden. Oké, ik ben benieuwd. Het is niet per se heel eng, maar het is gewoon heel gaaf. Alles gemaakt. Seated. Prisoners, this is not musical chairs, even though music is playing. Leuk, maar ik schrok zo, want het was 3D, dus alles komt op je af en bijvoorbeeld als, dan moest hij niezen en dan krijg je water op je. Dus het kwam dan bijvoorbeeld niezen en dan stort alles ja. Op je met jouw nacht, echt vet. Ja, het is echt leuk. Nou, ja. We gaan nu door. Tijd voor E.T. Dit is zo leuk, Les. Here we go. E.T. Phone Home. Nu lopen we de Simpsons gedeelte in, want we gaan naar de Simpsons Ride. I can lie. So you can avoid those areas. I know very well. We zijn net in de Simpsons Ride geweest.
en in mijn plek. Maar we moesten ons ook onze spullen in een kluisje leggen. Dus ik kon het helaas niet filmen. Maar het was zo leuk. Ik heb echt genoten. En hij ging opeens uit niets keihard draaien. Dus de schok was kapot. Maar het was echt heel erg leuk. Het was echt heel leuk. Dit. Ja, maar nu gaan we met de trein naar het andere park. Oh my god, het ruikt hier zo zoet. Kijk hoe dit eruit ziet. Dit is echt heel Ik schrok me net zo erg. Nee, dit
was niet grappig. Ik schreeuw helemaal. Rood. Ja, we staan hier in de wachtrij en er worden gewoon komen mensen uit grotten die je laat. Zoals je al hoort, er komen mensen uit grotten en die laten je schrikken. En het is echt super eng. En net deed hij het bij ons. Het lijkt een beetje op zo'n huis van Valley Fry. Ja. Ja. Nou, en ik gilde me helemaal. De lap naast. Ik zag niet aankomen. En iedereen lachte me vol uit. Maar ja. Any other condition that may be aggravated by intense movement, or if you're prone to motion sickness or dizziness, you are hereby advised not to participate in this expedition. Gaan we les? Ja, ja. Eindelijk, na meer dan een uur wachten, mogen wij ook. Right. Maar volgens mij was het dubbel en dwars waard, toch Celeste? Ja, ik vond het dubbel en dwars waard. Nou ja, we hebben nu wel echt heel erg trek en dorst. Want we hebben nog niet gegeten en nog niet gedronken. En het is nu al 3 uur. 3 uur, dus we moeten wel even lunchen. Maar we zitten bij een heel leuk plek hier bij de City Walk. Ik laat het nu wel even zien. Oh my god, de nachos zijn er. Kijk hoeveel. Wauw, hoe groot. Kijk, ik zou in één keer die bak optillen. Oh, dat is echt heel veel. Dit gaan we echt niet opkrijgen. Nou ja, eet smakelijk. We hebben heerlijk gegeten, dus het is weer tijd om het park in te gaan. En we gaan nu naar de Minion Ride. Hier zijn we allebei nog nooit in geweest. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is ook een beetje 4D-achtig. Het is een half uurtje in de rij staan, dus het valt wel mee. We zijn net in de Minion Ride geweest en de Jimmy Fallon Ride. Wat vond je ervan? Ik vond het echt hilarisch. Ik vond het ook echt geweldig. Helaas kunnen we in sommige attracties niet filmen. Dat komt omdat ze te wild zijn om te filmen. En dan de camera's uit je handen. Ja, precies. En dan mag het niet. Dus ze zijn daar heel streng op hier. En je krijgt bijvoorbeeld water over je heen. En dan is je hele camera nat. Dus dat is ook niet helemaal de bedoeling. Dus ik heb bij een paar attracties geprobeerd te filmen. Maar ja, daar zijn ze hier helaas wel streng op. We gaan nog een paar attracties in. En daarna worden we opgehaald. Dus we gaan nog even genieten. Zin in. Mijn ouders staan te wachten, maar we kunnen geen kant op, want er is een parade. Echt vet. Kijk eens wat ik om heb. Ja, ze gooien de etikettingen. Misschien nu weer. Ze zijn ook heel streng met de beveiliging. Nou, we zijn opgepikt door mijn ouders. En we gaan nu lekker wat eten bij Bahama Breeze. Dat is een van mijn favoriete restaurantjes hier in Orlando. Dus laten we naar binnen gaan. Even Celeste de mooie ketting, hè? Hoe kom je daaraan? Ja, ik kreeg hem van de parade. Het goede is allemaal lekker weer rond. Celeste en ik delen samen sperrips. Ik heb frietjes. Celeste heeft ook frietjes. Papa, wat heb jij? Ik heb een steak met broccoli. Dat ziet er goed uit. Caesar salad en frietjes. Lekker, eet smakelijk. Yummy. Nou, de muziek was fantastisch. Het eten was ook fantastisch. Nee, het eten was echt fantastisch. Het eten was echt lekker. Ja, maar we gaan zo meteen lekker naar huis en gaan slapen. Dus, nou. Zie je binnenkort weer. Ja. Doei.